Hallo meneer, hoort u mij? Hoort u mij? Kun jij er even bij blijven? Misschien heb ik hulp nog even nodig. Ja. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Bevestig elektroden. Druk op knipperen. 3, 2, 1. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start. 70 jaar Rode Kruis, afdeling Elburg Oldebroek. En vandaag vieren zij hun jubileum in Oldebroek. En ik sta hier met iemand die in die 70 jaar ook ruim 10 jaar voorzitter is geweest van de Rode Kruis afdeling, Bert van Apeldoorn. Bert, goeiedag. De missie van het Rode Kruis, ja, jij kunt hem misschien het beste vertellen. Ja, kijk, het Rode Kruis is een organisatie die ontstaan is in zeg maar 1870 of daaromtrent. En dat was als gevolg van een hele bloedige oorlog. Misschien nog wat bloediger dan die oorlogen van tegenwoordig. Want daar werden de mensen die gewond waren, daar werd niks mee gedaan. Als er toevallig iemand was die wilde helpen, was dat toeval. Maar er was geen organisatie voor. En Henri Dunant, die kwam daar toevallig langs. Die werd zo gegrepen door de ellende die hij daar zag, dat hij zegt, daar moet het aan gebeuren. En het idee is, dat is de basis van het Rode Kruis, is dat ze slachtoffers helpen in oorlogstijd. Dat is de basis. En daarna zijn er dus, dat heeft heel lang goed gewerkt. Je ziet ook tegenwoordig nog steeds hè, die enorme betrokkenheid van Rode Kruis bij oorlogen. Maar nu is er ook nog, zeg maar ook, ja, hier is gelukkig geen oorlog, maar het Rode Kruis is er wel voor op voorbereid dat als er oorlog is of een calamiteit om te helpen. Verder hebben we een sociale poot, dat is zeg maar mensen die, kwetsbare mensen heet dat al, maar dat zijn vooral veel oude mensen, die worden geholpen. En dit Rode Kruis heeft nog als bijzonderheid dat er ook een jeugdafdeling is. Ik ben 10 jaar voorzitter geweest, dat waren de eerste 10 jaar dat ik bij het Rode Kruis zat. En daarna, die afgelopen 7 jaar, ben ik nog vrijwilliger. Dus dat doe ik nog zo eens in de week of zo ben ik nog betrokken. Ja, we zien een bloeiende afdeling hier in de regio. Ook weer aanwas van jeugd? Dat is heel bijzonder, want dat zie je toch in de rest van de omgeving zie je dat niet. Maar hier is ook nog een jeugdrode kruis. Ja. Ja, als buitenstaander zien wij vaak de verschillen niet. We zien EHBO-afdelingen en Rode Kruisafdelingen. Wat is in de kern het verschil? Nou, daar is geen enkel verschil tussen. In die zin dat bij evenementen is tegenwoordig de verplichting dat er EHBO bij is. En dat kunnen Rode Kruisers zijn of de Rode Kruisvereniging. Dus dat maakt geen verschil. Maar het Rode Kruis doet, behalve dan dat soort dingen, ook nog meer. Dus dat is wel het onderscheid. Okay, bedankt en geniet u van deze mooie open dag hier. Dat doe ik zeker, dankjewel. ...70 jaar Rode Kruis en we gaan met evenementencoördinator Ria van Boven in gesprek. Ria, normaal dan zorg je bij diverse evenementen dat er voldoende Rode Kruis mensen aanwezig zijn. Vandaag hebben jullie zelf een mooi evenement hier in Oldebroek georganiseerd. Wat is er te doen? Nou, we hebben vandaag het Historisch Museum uitgenodigd. En dit in verband met het laten zien dat het 70 jaar geleden begonnen is hier in Oldebroek en Elburg. Dus de afdeling Elburg en Oldebroek. Het Historisch Museum is uitgesteld in het gebouw met historische materialen. 2 voertuigen hebben we bij ons om te laten zien hoe vroeger het voertuig eruit zag. En we hebben dus een zuster meegenomen die het ook wel heel gezellig vond om in beeld te komen. Nou, vandaag hebben wij een verkoop van Happy Day. Dat is een jeugd- en jongerenproject. Het jeugd-jongerenproject bestaat uit 3 dames die vandaag pannenkoeken verkopen. Voor een heel luttige prijs, maar het gaat om de opbrengst voor de kinderen voor de voedselbank. De kinderen van de voedselbank krijgen een uitje voor een dag voor kinderen tot 12 jaar en een groep van af 12 jaar. We hebben een hulppost ingericht vandaag om te laten zien hoe wij staan op een evenement. Nou, er staat op dit moment met 2 brancards, standaard uitrusting. Dus bij grotere evenementen, zoals in Elburg in de stad, bij de vesting. Hebben wij natuurlijk een complete tent uitgezet voor onze hulppost. Zodat we genoeg mensen kunnen behandelen als het nodig is. We hebben vandaag ook nog de vrijwilligers staan voor de opleidingen. Zodat mensen kunnen zien als ze nog vrijwilliger willen worden. We hebben natuurlijk altijd vrijwilligers nodig. We komen toch altijd tekort.
Afgelopen jaar hebben wij 70 evenementen gedraaid. En als je dan toch kijkt met een vrijwilligersaantal van 40 tot 45 man. Ja, en dat verdeeld over het hele jaar, dan kom je toch altijd tekort. Dus we willen graag nog heel veel vrijwilligers erbij. Okay, mooie dag, 70 jaar en je hebt al een oproep gedaan voor meer vrijwilligers. Complimenten voor jullie inzet bij de diverse evenementen en nog heel veel succes. Dankjewel. Anke Kruithof van de historische verzameling van het Rode Kruis. Ja, we zitten hier in een van de voertuigen die vandaag is meegekomen naar Oldebroek. Wat doen jullie als met deze historische verzameling? Wij proberen al het oude van het Rode Kruis te bewaren. En ja, we hopen ooit een museum te worden. Maar ja, we zoeken nog sponsors. We hebben nu een auto bij ons waar waarschijnlijk de accu het niet meer van doet. Dus we hopen dat we thuiskomen. We hebben ook nog een Willy Jeep staan. En ja, de motor is kapot. Dus we zijn zelf ook bezig met sponsoring graag. En ja, al het oude materiaal van het Rode Kruis proberen we te houden. Ik heb wel een schort aan die vernieuwd is. Maar daaronder, de jurk, is echt van de oorlog. En wij komen bij allerlei evenementen waar mensen ons graag willen hebben. Dus 5 mei Wageningen bijvoorbeeld, hè, dat oorlog, nou, daar staan wij ook regelmatig. Ja, praat ik hier over een privécollectie die u samen met anderen bezit? Of is dit een stichting of een vereniging? Het is een stichting inmiddels, ja. Het is al 12 jaar een stichting, had ik zo begrepen. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. Ad van der Weijden, vrijwilliger, ambulancechauffeur en ook betrokken bij de open dag hier. Ad, de jeugd en het Rode Kruis, hoe gaat het daarmee? Ja, jeugd zou eigenlijk meer kunnen gebruiken. Op dit moment is het wat minder wat aanwas betreft. We doen wel ons best om jeugd binnen de organisatie te krijgen. Vroeger hadden we dus, in de tijd dat we dit pakje nog droegen, hadden we een eigen jeugd A-B opleiding. En dan kregen we mensen van school. Gingen mensen ronselen op school, zeg maar. En we hadden dus in Elburg een eigen opleiding mogelijkheid. En nou, die school is inmiddels afgebroken. En nu is het Rode Kruis sinds enkele jaren bezig met een eigen opleidingsplan. En dat is dus het 1, 2, 3 en 4 sterren opleidingsgebeuren. En vroeger was het zo dat men, geloof ik, iets van 16 jaar moest zijn voordat men een EHBO-diploma kon halen. En nu kan men al als jeugd aanmelden bij het Rode Kruis om al te beginnen met 1, 2 sterren opleiding. Jij bent ambulancechauffeur van beroep? Nee, ik ben betaald bewerker. Maar het is op een gegeven moment zo gekomen, wij doen dus ritten voor mensen die dus niet kunnen lopen. En dan, het zijn geen wensritten, maar die mensen huren ons in, zeg maar, of het Rode Kruis in. En wij, van afgelopen zaterdag hebben we nog een mooi ritje naar Kampen gehad met iemand die jarig was. Die heeft daar heerlijk zitten dineren met haar kinderen en haar man. Nou, dan brengen wij die mensen daar naartoe, drinken een bakje koffie, trekken ons terug en wachten op een telefoontje totdat die mevrouw weer naar huis gebracht kan worden. Ook een van de maatschappelijke activiteiten van het Rode Kruis. Hoe lang ben je zelf betrokken bij het Rode Kruis? Ja, dat is om de bij de 24 jaar, denk ik. Jo van der Weijden van Stichting Wens Ambulance Veluwe. Een nieuw initiatief. Jo, een nieuw initiatief. Jij kunt het beste toelichten. Ja, sinds 4 juni dit jaar bestaan we officieel. Er zijn de actes gepasseerd. En ja, een nieuw initiatief op de Veluwe. Wensambulance is niet nieuw. Maar op de Veluwe was nog niks. Wat is de motivatie geweest dat jullie dit zijn opgestart? En wat is de doelgroep waar jullie op richten? Nou, de doelgroep waar wij ons op richten is echt mensen in een pre-terminaal stadium. Dus aan het einde van hun leven. Zoals mensen zoals wij hier staan, hebben wij nog 1000 wensen. We hebben nog een heel verlanglijstje met alles wat we willen. En iemand in een pre-terminaal stadium heeft vaak nog maar 1 wens. En dat is eigenlijk de doelgroep die wij proberen te voorzien van die laatste wens. En waar kunnen zij zich melden of hoe komen jullie daarmee in contact? Nou, het makkelijkste is gewoon via de website. www.veluwsewensambulance.nl. Daar staan de aanvraagformulieren op. En op het moment dat mensen een wens indienen, dan gaat ons team van specialistische verpleegkundigen met alles erachter. Die gaan het in behandeling nemen. En de wensen, hoe ver kunnen die plaatsvinden? Is het binnen Nederland? Ik heb ook eens ambulances gezien die zelfs buitenland aandoen.
Ja, op dit moment centreren wij ons echt binnen Nederland. We zijn een jonge stichting. We willen gewoon dat we onze kwaliteit kunnen waarborgen. In de toekomst zullen we ook naar het buitenland gaan. En zullen er toch aanvragen komen, dan zullen wij contact opnemen met onze vrienden van de Wensambulance Brabant, Wensambulance Twente. Om dat toch tot een goed einde te kunnen krijgen. In de samenwerking die jullie nu hebben, is er ook nog een materiaaluitwisseling? Nou, toevallig, wij zijn nu opgestart. Wij hebben contact gehad met Wensambulance Brabant. En die beschouwen ons eigenlijk als klein broertje, klein zusje. We hebben daar nu tijdelijk een auto te leen van Wensambulance Brabant. Zodat we hier in ieder geval op de Veluwe kunnen opstarten. Nou, we vinden het een prachtig initiatief. En wensen jullie natuurlijk heel veel succes toe met jullie stichting. Nou, dank u wel. Wij zijn de dames van de welfare, tegenwoordig sociale hulp van het Rode Kruis. En wat doen jullie hier vandaag? Vandaag bestaan we 70 jaar. En we doen vandaag knutselen, die komt en die het leuk vindt. En wie wat verkopen wil, kan wat kopen.